Gisteren zijn we begonnen met een reeks van filmpjes over celadhesie. Dat is de verbinding tussen de cellen in je weefsels. We zijn aan het begrijpen wat deze verbinding inhoudt, waar deze zorg voor draagt en waarom het zo belangrijk is om deze verbinding te behouden. Vooral zijn we aan het bespreken welke stoffen aanwezig moeten zijn in jouw voeding om deze verbinding tussen je cellen ook te kunnen behouden, om celadhesie in jouw lijf te kunnen behouden. Gisteren hebben we besproken dat jouw cellen met elkaar in verbinding staan met behulp van transmembraaneiwitten. Dit zijn eiwitten welke vanuit de ene cel doorheen jouw celmembraan lopen en uitsteken in het extracellulaire milieu. En sommige daarvan maken ook contact met het transmembraaneiwit van een nabijgelegen cel. Deze verbinding maakt dat cellen met elkaar kunnen communiceren. Deze verbinding die maakt ook dat jouw cellen signalen kunnen oppikken vanuit het extracellulaire milieu. Dat kunnen signalen van elders in het lijf zijn van hormonen, maar dat kunnen ook dus signalen zijn van nabijgelegen cellen. Waarom is dit heel belangrijk? Gisteren heb je begrepen dat alle cellen in jouw lijf een functie hebben, maar dat ze die functie enkel zullen gaan uitvoeren wanneer zij eerst geprikkeld worden door signaalstoffen. Door hormonen bijvoorbeeld. Daarvoor is dus onder andere zijn de transmembraaneiwitten belangrijk. Maar dat nog niet zozeer alleen. Nog veel belangrijker is het dat wanneer cellen beschadigd raken en schade aan jouw cellen kun je niet voorkomen, want bij de stofwisseling komen voortdurend afvalstoffen vrij, welke jouw celorganellen, maar ook jouw celmembranen kunnen beschadigen. Wanneer na schade jouw cellen niet hersteld kunnen worden, na herhaaldelijke schade, zal jouw lijf celdeling gaan uitvoeren. Elke cel in jouw lijf is geprogrammeerd in diens DNA om celdeling uit te gaan voeren na schade. Dat betekent dat de cel zich dan kan gaan vernieuwen. Celdeling is een prima proces, want anders zul je geen lang leven hebben wanneer de cellen in jouw lijf na schade ermee ophouden. Dan zou jij een heel kort leven hebben. Celdeling is dus prima, alleen wanneer celdeling niet goed gecontroleerd wordt en ongeremd plaats kan vinden, kunnen tumoren ontstaan. Een woekering van cellen, en dat is niet de bedoeling. Gisteren heb je begrepen dat celdeling gecontroleerd kan worden door nabijgelegen cellen. Hiervoor is celadhesie heel belangrijk. De transmembraaneiwitten zijn celadhesie, sommige daarvan tenminste, zijn celadhesiemoleculen welke zorg dragen voor de regulatie van cellulaire processen zoals celdeling. Het is dus heel belangrijk dat jouw voeding voortdurend en structureel de stoffen bevat waarmee jouw celmembranen, inclusief de transmembraaneiwitten, de celadhesiemoleculen in jouw celmembranen, hersteld kunnen worden na schade. Want anders kan tumorvorming niet goed voorkomen worden in jouw lijf. Dat leerde je gisteren. Vandaag leer je daarbij wat nog meer belangrijk is aan het behoud van een goede celadhesie in jouw lijf. Anders zal er namelijk iets helemaal niet goed gaan met jouw afweersysteem. Jouw darmwand is epiteelweefsel. Epiteelweefsel is weefsel waarbij de cellen heel dicht tegen elkaar aan liggen. Dit is heel belangrijk in jouw darmen, want de stoffen aanwezig in jouw darmen zijn niet altijd hele mooie stoffen. Er zijn ook bacteriën aanwezig in jouw darmen. Die bacteriën moeten niet in jouw lijf belanden, niet in jouw bloed belanden. Ook gehele voedingseiwitten moeten niet in jouw lijf gaan belanden, want dan kan jouw afweersysteem ook daartegen antistoffen gaan aanmaken. Ook de bacteriën, daar gaat jouw afweersysteem mee aan de slag wanneer die bacteriën uit jouw darmen in jouw lijf geraken. Epiteelweefsel is dus jouw darmwandweefsel is een laag van aaneengesloten cellen. Alleen deze cellen, daartussendoor zou toch nog enig stoftransport plaats kunnen vinden wanneer jouw cellen, darmwandcellen, niet goed met elkaar in verbinding zouden staan. Jouw darmwandcellen bevatten hele specifieke transmembraaneiwitten, tight junctions genaamd. Deze zijn geheel ondoordringbaar voor stoffen, waardoor jouw darmwand een enorme barrière vormt voor jouw bloed die veilig
veiligheid garandeert, zodat de stoffen aanwezig in jouw spijsverteringskanaal, welke regelmatig belastende stoffen zijn en ook wel ziekteverwekkers kunnen zijn, dat die niet in jouw lijf kunnen geraken. Alleen, wanneer de transmembraan-eiwitten, de celadhesiemoleculen, en dat is in het geval van jouw darmwand, zijn dat dus tight junctions. Wanneer die na schade, en ja, die schade die kan dus plaatsvinden, niet hersteld worden, dan kunnen zogenaamde lekkende darmen ontstaan, waardoor gehele voedingseiwitten, welke soms in jouw darmen aanbelanden wanneer eiwitten niet goed verteerd worden, in jouw lijf kunnen belanden en daar antistoffen tegen geproduceerd kunnen worden en jij allergisch kan gaan worden bijvoorbeeld, of een auto-immuunziekte makkelijk kan ontstaan. Ook kunnen bacteriën vanuit jouw darmen jouw lijf in geraken. Nou, dan zou het met jouw gezondheid niet goed gaan wanneer je lekkende darmen hebt. En daarom onder andere ook dus om tumorvorming zoveel mogelijk te kunnen voorkomen, is het van belang dat jouw celmembranen, inclusief de transmembraaneiwitten, de celadhesiemoleculen in jouw celmembranen, goed hersteld kunnen worden nadat zij beschadigd zijn geraakt. Want schade kun je niet voorkomen, maar herstel, daar kun je wel aan bijdragen. Maar jouw celmembranen, inclusief die transmembraaneiwitten, die celadhesiemoleculen, bestaan uit proteïnes, lipiden, glycoproteïnes en glycolipiden. Dat zijn die laatste twee zijn membraaneiwitten en membraanvetten met suikerantennes. En de transmembraaneiwitten, de celadhesiemoleculen, zijn daar een voorbeeld van glycoproteïnes. Deze onderdelen van jouw celmembranen betreffen allemaal onderdelen welke enkel hersteld kunnen worden met essentiële bouwstoffen. Dat wil zeggen bouwstoffen welke jouw lichaam niet zelf kan vormen. Wanneer die dus ontbreken in jouw voeding, dan kan celadhesie in jouw lijf niet goed behouden blijven. En daarom leer je deze dagen, want je hoort dus al dat het behoud van celadhesie heel belangrijk is om onder andere tumorvorming te kunnen voorkomen, maar ook om lekkende darmen te kunnen voorkomen, dat jouw voeding structureel de stoffen moet bevatten waarmee jouw celmembranen, inclusief de celadhesiemoleculen, hersteld kunnen worden na schade. Gisteren heb je begrepen dat je voeding absoluut met regelmaat groenten moet bevatten, omdat enkel groenten voldoende verschillende essentiële suikers bevat om de suikerantennes, de glycanen, welke een onderdeel vormen van glycoproteïnes en glycolipiden, dus ook jouw celadhesiemoleculen, om die te kunnen herstellen. Namelijk zuivel en granen bevatten alleen de suikers glucose en galactose. En dat zijn te weinig om die suikerantennes te kunnen vormen. Daarom is de regelmatige consumptie van groenten met verschillende essentiële suikers nodig om jouw celmembranen en de celadhesiemoleculen in jouw celmembranen te kunnen herstellen na schade en het contact tussen jouw cellen te kunnen behouden. Vandaag leer je dat die groenten, die verse groenten, absoluut aangevuld moet worden regelmatig, liefst elk moment dat je wat eet, met dierlijke eiwitten. En dat is omdat dierlijke eiwitten alle essentiële aminozuren bevatten. Enkel wanneer alle essentiële aminozuren aanwezig zijn in jouw cellen, kunnen proteïnes en dus ook glycoproteïnes, zoals de celadhesiemoleculen, hersteld worden vanuit jouw cel. Want ontbreken een aantal aminozuren, dan kunnen eiwitten niet gevormd worden vanuit jouw cellen. Daarom is de consumptie van dierlijke eiwitten structureel, dagelijks, liefst elk moment dat je wat eet, dus ook zeer noodzakelijk om alle celmembranen die beschadigd zijn geraakt in jouw lijf te kunnen herstellen en om dus een goed contact tussen jouw cellen te kunnen behouden. Die dierlijke eiwitten, zoals ei, vlees, vis, zuivel, die moeten niet verhit zijn geweest samen met suiker, want er vindt een proces genaamd glycatie plaats in jouw pan. Dat is de versuikering van aminozuren, waarna die aminozuren niet meer benut kunnen worden als bouwstof van nieuwe proteïnes. Dus ook niet die membraanproteïnes. Dat leer je vandaag. Morgen gaan we echter nog door, want de membraanlipiden en glycolipiden in jouw celmembranen moeten ook hersteld kunnen worden. Ook al zijn de celadhesiemoleculen zelf geen lipiden, ze moeten wel gebonden worden aan membraanlipiden. Dus moeten ook die hersteld kunnen worden na schade. En ja, schade aan jouw celmembranen kun je dus niet voorkomen, maar zorg dus absoluut wel voor het herstel ervan. Want anders kan de celadhesie in jouw lijf niet behouden blijven en er komen grootse gevolgen uit voort. Dat leer je deze dagen.
Morgen meer.